Het is 5 oktober 2014 en dit is de sloot die ik al een paar jaar onderhoud en de ijsvogelwand die ik heb gebouwd. En vandaag een heugelijk moment dat ik voor het eerst de ijsvogels kan filmen en op de video kan zetten. Terwijl ik deze vissen bekijk, komt er eentje voorbij vliegen, dus ik denk ik loop naar de wand, verschuil me achter een boom en daar zit hij. En hij zit er niet alleen. Hij gaat nog vissen ook. Hij heeft nu waarschijnlijk een stekelbaarsje gevangen. Slaat hem dood op de tak. En eet hem op. En het werd nog mooier, want even later zie ik voor het eerst dat er twee ijsvogels zitten. Want ze vliegen elkaar herhaaldelijk achterna. Dus nou heb ik toch wel hele grote hoop dat er volgend jaar in mijn ijsvogelwand ook wordt gebroed. Nou, laten we het hopen dat beide de winter overleven en dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. De wand staat er nu dik 2 jaar en sinds vorig jaar zien we ijsvogels. En vandaag dus voor het eerst twee. Ja, hier heb ik natuurlijk een beetje digitaal ingezoomd. Ziet er niet zo mooi uit, maar ja. Ben ik wat dichterbij gaan zitten en even later achter een struikje om ietsje betere opname te kunnen maken. En ja, met deze ben ik toch wel heel erg in mijn nopjes. En dit is dan ook het beste stukje film. En hier dan in slow motion. Nou, voor mij een topdag.